Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast, jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. Ja, Jurgen, hey. Guido, goedemorgen. 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 Hey. hey, wat goed om deze stemmen weer te horen. Fijn. Hoe is het met jullie? Goed. Goed. Ja. <laughs> Zin in? Zin in. Ja, het is nog maar een paar nachtjes slapen en dan uh, gaan we weer beginnen met het nieuwe seizoen Slimmer Presteren podcast. Eindelijk. Aanstaande vrijdag beginnen we met een aflevering over intervaltraining. Uh, en om te zorgen dat yes. die aflevering nou lekker over de inhoud kan gaan, dacht ik: laten we nu stiekem even aan het begin van de week een kopje koffiedrink even bijpraten. Dat doen we altijd toch ook? Ja, zeker. Maar uh, nu even dus over het Dus in Ineens moeten we over de inhoud gaan bij die, afleveringen. Oh jee. <laughs> die aflevering. Oh jee. Nee, er zijn namelijk nou klachten binnengekomen ja. vanuit de community. Ja, dat wil ik toch even aan jullie voorlezen: <laughs> uh, een mail van uh, Dick Poelemeijer, ah. subject onverantwoord, heren. Een winterbreak van vijf weken is gewoon Ach. onverantwoord. Ik ah. mis jullie. Uit Lieverlee, maar wat herhalingen bekeken. Ook leuk. Dick Poelenmeijer, Amstelveen. Ja. En dan kan je vertellen, Dick was niet alleen. Ook uh, Marlis Altena heeft een dergelijk bericht via Instagram gestuurd. Ook uh, Hans Luijendijk heeft ons via Instagram laten weken. Dat uh, die hele winterstop toch niet zo'n goed idee was. Dus, uh, Hadden we door moeten gaan. Ja, maar. weet ik niet. Uh, ja. Guido, hoe was de winterstop voor jou? Nou ja, koud, dat is, dat, dat is één ding. Uh, daar ben ik helemaal niet zo van, hè, dat weet je. Um, maar voor de rest, uh, uh, ja, je mist het wel, ja. Weet je, <laughs> een beetje lekker kletsen uh, over uh, dit soort dingen allemaal. Ja, ik ja. zie je ook aan de thee zitten. Hè? Je mist dat kopje koffie op. Uh, op ik op, op... heb nu je thee inderdaad. Ja, ja. dat soort dingen. Ja. ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ja, en voor jou, Jurgen? Ik zat in een uh, lekker warm land. Dus ja, precies. Ik had het, ja, maar, maar toen natuurlijk ik terugkwam bereis. was het koud hier. Ja, ja, zeker ja. 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 Ik, uh, nee, ik herken het wel. En ik heb uh, Dick en Malis en zo ook allemaal wel een beetje gemist. Dus. Ja, dat is ook zo. Hè? We ja. hebben onze luisteraars gemist. Ik heb als antwoord maar geschreven... Uh, net zoals bij het sporten, slimmer presteren gaat niet alleen over hard trainen en presteren, maar ook over voldoende rust en herstel. Dus ook als wij even vijf weken rust hebben met de podcast, dan geeft dat ons ruimte voor nieuwe ideeën. Ja. Uh, allerlei nieuwe ideeën voor het nieuwe seizoen, nieuwe plannen. Laten we even beginnen met uh, groot communicatie nieuws. Wij zijn op een nieuw platform te vinden: TikTok. TikTok, nee. Ah. TikTok. Snapchat. Daar zijn we te oud voor. Snapchat. Snapchat sla ik ook even over. Nee. Heel uh, ah. verstandig. Op LinkedIn. Ah. Uh, daar, kwamen we naar, daar zitten wij alle drie ook op. Daar hebben we een hartstikke groot netwerk. En uh, we willen uiteindelijk natuurlijk ook met de Slimmer Presteren Podcast naar leuke zakelijke boekingen en zo toe. Dus uh, als je het nog niet doet, ga eens even naar LinkedIn. Open de app en zoek op Slimmer Presteren Podcast. Daar zie je een pagina en die kun je gaan volgen. En uiteraard krijg je daar iedere week natuurlijk de nieuwe aflevering te zien. Maar daarvan zeg je ja, maar dat zag ik ook op Instagram mm -hmm. of ik sta op de mailinglijst. Dus ik dacht, we moeten wat toevoegen. Dus we gaan dit seizoen ook iets nieuws toevoegen. Zowel op LinkedIn als aan onze afleveringen. En Jurgen, wat is dat? Een tip. Een tip. Ja, ja nog een tip. Een tip maar... om de week door te komen. Ja, eigenlijk. niet zomaar een tip. Een tip om slimmer te presteren op je werk. Ja. Dus uh, hoe werkt het nou? Iedere dinsdag zullen we die op onze LinkedIn-pagina uh, publiceren. Dus is niet zomaar een tip. Daar zit natuurlijk wetenschap achter. Inspiratie uit de fysiologie, uit de voedingsleer, psychologie, psychologie ja. al dat soort zaken. Pakken we een studie, maken we een concreet tipje van. Wel eens uh, een NS1-studie, maar wel altijd een interessante studie om eigenlijk bij je werk mee te nemen en daardoor te denken: hé. Hey, deze week ga ik hiermee aan de slag en dan zul je merken, die werkweek die vliegt voorbij. Die vliegt en... voorbij. En wat we dan doen, en dat is dan wel iets om, uh, voor jou als luisteraar interessant, um, voor de algoritmes, bijvoorbeeld op Spotify of op Podimo, maar ook op Apple, is het, uh, is het goed als je de afleveringen van ons helemaal tot het einde uitluistert. En nou zat ik in de kerstvakantie met uh, mijn Sofie in de auto, die luistert inmiddels ook Fantiek Podcast, en zei, pa, dat doe je niet goed. Want jullie hebben een veel te lange outro. Ja, dan is eigenlijk... iedereen weg. Ja, is iedereen weg. En dan heb je een slecht uitluisterprestatage. Ja, dus, Ik snap dat wel. Ja, die LinkedIn-tip, die stoppen we nu helemaal achteraan de aflevering. Uh -huh. Dus als je de outro helemaal uitluistert, dan komen we nog even terug. Dan wordt het pas echt leuk. Nee, ja, nou, dan wordt het handig voor op je ja. werk. Dus okay. dat is nieuw. Oh, um... dat is flauw. Zeg dat je dat helemaal Dan moet mensen. Ja daar helemaal doorheen moeten komen. Hij ah, ja, is toch <laughs> lekker muziekje, Guido? Is leuk even uitluisteren en nog een tips. <laughs> Misschien moet je outro iets uh, korter maken ook dan. Nou toch? weet ik niet. Je moet toch ook ah, altijd als je niet nee, ja, onze, ja. onze podcastlijst er langs uh, knallen van uh, al die mensen die leuke muziekjes willen horen, dan denken ze oh ja, ja. Dan hoor ik toch even nog goede muziek op het laatst. Jij hebt het ja, over ja, onze Spotify slimmer presteren. Ja. motivatielijst. Ja, daar ja, blijven mensen ook maar dingen opzetten. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, het is wel Wonen. een eclectisch geheel. Ik, heb, ik zet <laughs> ja. hem heel af en toe wel eens op. Mooi <laughs> oh, is Ik ja, ben toch niet helemaal normaal zo. Ja. Wat ook nieuw is, uh, het gaat goed in de webshop. Er uh, veel verkocht over de kerstvakantie. Januari valt een beetje stil. Ik heb hem hier liggen. Um, wij hebben natuurlijk in december de buffs geïntroduceerd. Maar er waren wel echt heel erge winterbuffs met een stuk vlies lekker. erin. Wel, ja, wel ja. lekker toen het heel koud was. Ja. Zeker. Oh, heerlijk. Ja. Ik heb bij min 20 mee geskiet. Fantastisch. Ja. Maar... Moet ik ook zeggen, ik ga er niet mee hardlopen. Want dan kan ik het nog geen drie minuten volhouden. En dan heb ik een ontploft hoofd. Oh, dus, ik ik wel. we hebben nu een nieuwe variant. Namelijk een ge gewone okay. buff, zullen we maar zeggen. Ja. Zonder vlies. Dus uh, als je nu naar de webshop gaat, je hebt hem nog niet. Bestel hem en kies voor de variant uh, met of zonder vlies. We hebben een echte winterbuff. Ja, een winterbuff en, en een mijn... uh, voor- en najaarsbuff. Ja. Ja. Goed. Lekker, dat is goed ja. nieuws hè? Ja. Even kijken, wat is er meer nieuws? Uh, oh ja, vrienden van de show. Heel veel vrienden van de show. Hou je vast, Guido. Even een ja, paar. Ik ga goed zitten. Uh, ja. Ja, ga goed zitten. Hou even een paar, uh. een paar namen voorlezen. Eens even kijken. Wie zijn er allemaal Dat bijgekomen? Ik heb de vragen ook nog: ja. Astrid Dagenvos. Ferno Koop. Glen van der Kruk. Thomas de Beveren. Beth Duinkerke. Anita van Zandwijk. Wiebe Niemeyer En Remy Patiruhu. Er zijn allemaal mensen die besloten hebben, ja weet je wat, ik heb zoveel plezier aan die Slimmer Presteren podcast. Ik ga eens even zorgen dat ik dat ook financieel support, Je bent een vriend geworden. Als je nu denkt, hé, hey, ik ben dat nog niet, surf even naar vriendvandeshow.nl slash podcast en meld je aan. Want die buff waar ik het net over had, die kun je dan met 25% korting bestellen. En je krijgt toegang tot, Jurgen? De club, de ja. exclusieve Slimmer Presteren podcast. Strava Club. Ja, de Club op Strava. En ik ja. denk, ik moet het toch nog een keer uitleggen. Want wij zagen de afgelopen weken. heb ik echt best wel veel aanmeldingen voor die Club gezien. En dan ga ik kijken op Vriend van de Show. Mm -hmm. En denk hebben ze betaald? Ja, ja. <laughs> dus ik geen geld. <laughs> nou, dan kik je er weer uit gewoon. Afwijzen. Ja, ja nou ja, doet okay. mij pijn. Want ja. dan denk ik, ja, het zijn mensen die willen graag bij onze community horen. Ja. Maar ja. Dat is nou eenmaal de voorwaarde, ook en, naar de mensen die er wel. Bij en zitten. heel duur is het natuurlijk niet. Hè? Het is niet heel duur. Nee. Sterker nog, het wordt steeds goedkoper. Ja. Want de inflatie reist de pan uit. Ja. Wij maar. passen onze prijzen niet aan. Dus waar je in het begin van de podcast nog voor drie euro per maand doneerde je een cappuccino. Ja. Nu is het nog net een espresso. Ja, je... de, de kopjes koffie zijn wat kleiner geworden hier, dat klopt. <laughs> nou, ja, goed, ja. Ja, precies. En toch even uh, belangrijk, je kan dan kiezen voor maandelijks of jaarlijkse donatie. Ja, mensen mailen dat wel met als vraag: als je nou voor jaarlijks kiest, hebben we een voordeel voor jou en voor ons. Namelijk, jij betaalt voor 11 maanden in plaats van 12. En wij betalen maar één keer transactiekosten. Dus uh, als je dan toch uh, wil kiezen, doe dat dan vooral. En uh, als je nou de afgelopen week hebt aangemeld voor die Strava Club, en inderdaad denkt: waarom zit ik daar niet bij? Er kan nog een kleine vergissing zien, zijn. Ik zie op de website Vriend van de Show. dat veel meer mensen hebben geklikt op volgen. dan dat het daadwerkelijk vriend zijn geworden. Ah. Dus misschien zit daar nog ja. een soort misverstand. dat mensen dan denken. ja, maar ik heb toch op Vriend van de Show volgen gedrukt. Het gaat wel om de euro's. Hè? Ja. Vriend van de Show dus. Die doneert. Ja, ja. precies. Ja. Um, in die Strava Club gaat het ook over doelen. Ik heb eens wat evenementen aangemaakt. en er is Marathon Courts. Guido, heb jij nog sportieve doelen voor 2023? Nou, in ieder geval niet de marathon. Kom je wel kijken in Rotterdam? Ja, als er een live verbinding is. Nee. <laughs> ja, dat zou leuk zijn. Ga jij op het, uh, samen met Jurgen hier op de bank uh, de livestream zitten kijken. <laughs> ja. Ik geef we geef jou gewoon een camera mee op je kop. Oh ja, dat is, kan ook. Dat ja, heeft hij jongen toch gedaan. Hè? Ja. Nee, maar, eh, sportieve doelen. Nou, in ieder geval... Niet zozeer met een, uh, met een nummer ergens op, maar wel uh, gewoon dezelfde aantal kilometers uh, maken als uh, vorig jaar. En hoe is was dat, dat voor dat? jou? Staat op Strava op de, natuurlijk. Ja, ja, op de fiets zit uh, boven de 20.000. Wow. Even snel rekenen, bijna 2000 kilometer per maand is bijna nee, iets minder, maar goed. Nou ja, het is twee uurtjes per dag ongeveer. Echt? hè? Ja, en, en dan, en dan doe jij er ook nog bij dat jij op dat rondje de trek moet onder het uur, toch? Ja, dus dan kan ik twee rondjes op de trek rijden als ja. ik echt hard rij. Of ik doe er wat langer over en dan heb ik wat, uh, wat he uh, reserve voor als ik wat korter wil rijden en slecht weer is. Ja. Maar doe je, doe je, ga je inderdaad iedere dag twee uur fietsen? I gemiddeld wel. Ja, ja, maar wow. dus de ene dag drie en de andere één? Ja, dan... dat kan. Uh, maar het blijft wel een beetje tussen de één en de drie zitten. Ja. Uh, ik heb heel weinig dagen dat ik vier uh, of langer rij, want dan denk ik ja, nee. Daar heb ik nog andere dingen te doen. Ja, toch ook maar wel, hè, wel, zelfs jij. Fietsen. Ik vind het wel even lekker om een uurtje of twee uurtjes te fietsen. Ja, dat helpt me wel om, om fris te blijven zelf. En um, dingen uit te testen die ik mijn atleten ook wil laten doen. Oh, ja. Aha, dat, <laughs> dat gebeurt ook blokteets. natuurlijk. Ja, 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 ja. ja, ja. Hé, hey, en uh, in die laatste aflevering dat we te horen waren, hebben wij nog een paar schoenen cadeau gehad van uh, On, Running ja. on Clouds. Hoe is het met je hardloopambities? Heb je ze uitgeprobeerd? Ja, ja, ja het lopen gaat langzaam. Eh, nou, het blijft in ieder geval alles nog heel. Nee. Niet dat ik heel veel loop. Hè. Als ik vier keer, vijf kilometer of zo... of, uh, of drie, keer drie, vier keer loop... dan is het uh, wel genoeg. Um, en ik heb op die, die On Clouds gelopen. Ik vond ze wel... Um, hard ten opzichte van de schoenen die ik gewend ben... Zoals de, de Hoka's. En de de schuimschoenen, ik, ja. Ja, ook. Ja, dus ik vond ik, deze wat harder. Wat, wat, ja. Maar ja, dat moet je ook gewend zijn, natuurlijk. En het is ook een ander type schoen. Um, maar voor de rest, qua pas, vorm en hoe ze. Ja, zaten wij verder wel prima. En uh, heb ja. ik er, uh, loop ik er wel prima op uh, mijn Jijker? korte stukje. Stand. ik ook. Ja, ik toch? vind ze mooi ook. Ja, ze zijn wel opvallend, ja. hè? Ik ja. vind ze sowieso mooi. En, mooi? Uh, ja. Jurgen ja, vindt ze mooi. Ik vind Dat is mooi. Hè? Maar ik heb ja. een ander kleurtje dan jou, uh, Guido. Ja, dus... ja, ik heb het gewoon zwart. Ja, ja ik heb gewoon wit met uh, bij de hak een kleurtje. Nee, um, ze zijn iets breder, maar ik vind ze, bij mij zitten ze heerlijk. En uh, volgens mij uh, uit alle wetenschappelijke studies blijkt... Comfort hè? Comfort is nummer één. En uh, in dit dat geval zijn ze voor is het comfort. Ja, zeker. Ik vind ze ook wel comfortabel. Ik vind ze vooral lekker in de mix. Hè? Ik ja. heb natuurlijk schoenen met dikke zolen. Ik heb schoenen met hele dunne zolen. En dit zijn een beetje ertussenin. Uh, afwisselen ja. is het devies toch? Veel verschillende schoenen. Ja. Ik denk dat ze wel uh, ja, dat ze een goede basis gaan uh, zorgen. Bij voor mij. jou, Road ja. to Rotterdam. Wat, ja. wat zijn jouw sportieve <laughs> ambities uh, ja, in 2024? Heb ik je ook Rotterdam koord? ga ik de marathon lopen? Ja, ik ben heel blij dat ik niet uh, me vergist heb door te zeggen 2023. Dat zou wat, uh, wat vroeg zijn. Nee, 2024. Ik ben even mentaal al aan gewend aan het idee. Ik heb zelfs sommige mensen verteld die dan niet de podcast luisteren. Ja, ik heb plan om de marathon te gaan lopen. En En uh, zo mooi hè? Ja, ik, krijg, daar komt. ik zie dat mensen dat uh, heel interessant waarom? vinden. Dat is, ja, waarom? Ja, goed. ja waarom? Eigenlijk? Toen ja, 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 een beetje voor de verrassing nou, van Gino ik denk en mij toch, eruit. Ja. Kijk, ik heb natuurlijk altijd gezegd, ik heb geen bucketlist. Ik heb dit al ooit gedaan in mijn leven. Ik merk dat ik heel enthousiast raak van de mensen om me heen hier. Ja, dat het toch wel speciaal is om in Rotterdam mee te doen, om een marathon te lopen. En ja, doelen stellen is dan toch ook wel fijn. Dus nee, ik ben al mentaal. een dingetje op je schoen doen? Ja, ken je die dingen? Gewoon simpel. Voor je, oh, je gevoelsdingen eigenlijk. Ja, 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 ja zo'n ja. gevoelsknop. Ja. Moet je ja, die, die zitten groeien. bij mij nog in mijn hoofd, maar wie weet, als, uh, als ik die op mijn voeten kan plaatsen, neem ik die erbij. Ja. Ja, zover ben ik. Ik heb wel een beetje globaal van hoe uh, en wat. Ik denk, in nou ja, moet ik maar zo'n half marathon uh, op, nou ja, op, 23. Het, ja, op het gemakje gaan lopen. Uh, ja. Ja. Misschien één of twee. En maar voor uh, de zomer? Uh, sowieso drie bergen loopt, 12 oh ja. kilometer. dan En dan, nou ja. 12 af... maart, dezelfde dag als de CPC. Ja. Zijn we ook met veel luisteraars uh, in Den Haag. Maar ik zal hem toevoegen in uh, onze strava club dat is goed. Want daar kan ik dus evenementen aanmaken. Dan kunnen we zien welke vrienden van de show bij zo'n evenement zijn. Ja. Wat ik al zei, er is echt marathon koorts. Ik geloof dat we wel met bijna 30 vrienden van de show naar Rotterdam gaan. Ik denk dat we maar eens een mooie foto-opportunity op het uh, Schouwburgplein moeten organiseren. Die gaan maar. allemaal shirtjes aandoen, bijvoorbeeld. Ik hoop dat die ja. allemaal shirts aan gaan voor de mensen die nu nieuw luisteren. Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief. Want daarin is altijd te vinden welke wedstrijden doen Jurgen en ik mee. En als jij daar ook meedoet, dan staat daar de kortingscode voor een gratis Slimmer Besteren podcast sportshirt. shirt. Um, ik dacht ook van de week, want ja, wat moet nou 30 vrienden van de show? Misschien worden het wel 50. Dat zou natuurlijk leuk zijn om een soort honk te hebben en elkaar ja. te treffen. Ja. Maar ja, een beetje egoïstisch. Maar ik merk dan, ja, maar ik wil die dag gewoon lopen. Wil, af... ik niet, wil ik niet bezig zijn met een evenement. Aoi misschien af uur. <laughs> nee, maar ik dacht wat ik nu wat ik wel kaip, kan doen. Ja. Ik kan natuurlijk hier even gewoon een, een even droppen. Mocht er nou iemand in ja. onze community uh, onder onze luisteraars zijn die zegt. Nou, ik vind dat wel leuk om even een kroeg, of een winkel, of een plek, of een bedrijfspan te regelen waar we in kunnen. En waar koffie is en waar tassen zijn, waar je voor of na de wedstrijd kan verzamelen. Ik wil dat wel op me nemen. Nou, ik zou zeggen, neem contact met ons op via de bestaande daar kanalen. Dan kom ik ook. Dan kom jij ja, daar naartoe. Ja, zeker. Ja, nou, mooi. Ja. Ik ga het in ieder geval niet doen. Maar als iemand die handschoen op wil pakken, dan. Uh, en anders, dan verzamelen we even op het plein voor een leuke foto. En dan uh, gaat iedereen zijn weg. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de CPC. De uh, CPC is die 13 maart, dan? 12 ja, maart, ja. toch? Nee, ja. uh, weet ik weet niet. Nou, in ieder geval ja. dat weekend. Ja, maand van tevoren. En uh, verder, Jurgen, triathlons al op de agenda? Die... Nou, ik, denk, ik, ik neig naar het schema van vorig jaar. Dat, dat, ik piek meestal in het najaar. Hè? Dus oh ja. dat zou uh, Renkum zijn, ergens eind augustus. Daarna uh, Amersfoort. En dan hoop ik jou weer tegen het lijf te lopen. Ergens Keistad in de laatste ja, ja. De, de hel van Amersfoort. <laughs> Nijmegen heb ik vorig jaar nog gedaan. Dus nou ja, ja, ik ben eigenlijk het voorjaar denk ik, hou ik nog een beetje open. Maar ik denk dat ik nog wel een keer een, een loopje meedoe. Om in het najaar ga ik echt. Jij gaat uh, voor de zomer geen triathlons doen? Ik heb eigenlijk nog niet de kalender bekeken. Heb ja. jij een tip voor me? Nou, ik zou zeggen 26 juni uh, Zeewolde. Ja, maar nou, dat... ja, ik heb natuurlijk ja. bedacht dat ik naar mijn eerste halve wil. Ja. En heb ik heel hard op zitten puzzelen. Mm -hmm. uh, ja. Want dat valt eigenlijk vrij ongelukkig met, met werk. En juni is altijd de piekmaand en druk. Dus op een gegeven moment dacht ik: weet je wat, ik ga helemaal naar achter, naar Clasinaven. Mm -hmm. Want even een zijstap, ik wilde geen duren. Je kan natuurlijk Ironman Challenge 350 euro inschrijfgeld betalen. Waarom is dat zo duur, wil ik eigenlijk ja, wel dat weten. Dat weet ik niet. Ik denk nee. volgens mij omdat die mensen heel veel ja. licentie moeten betalen aan het merk Ironman. Heb jij natuurlijk. een idee, Guido? Is dat het? Ja, dat is de commercie van Ironman. Ja. Ja. Toch de, even, ik wil het één gegeven. keer noemen en ik hoef niemand te besje. En mensen die zich hebben ingeschreven voor West-Friesland moeten daar vooral met veel plezier naartoe trainen. Ik heb ook nog even gekeken, toen ik in dat weekend uitkwam, zal ik dan in Horen meedoen. 350 ja. euro inschrijfgeld. Met daarbij nog eens dat je op zaterdag je fiets in de check in moet zetten. Dus je moet ook nog mm -hmm. een soort overnachting regelen in de omgeving, tenminste voor mij vanuit Heuverrug. Ja. Terwijl datzelfde weekend sta ik aan de start in Zeewolde... en dan kan je van alles zeggen over beleving en merk en een mooie tas krijgen. Maar dat kost 70 euro. hè? Ja. Terwijl, nee, ja. uh, dat, 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 voor dat bedrag zou ik een vermogensmeter gaan kopen. Denk ik. Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja. Dus nee, 26 juni, halve triathlon in Zeewolde. Matthijs van de URTT doet in ieder geval ook mee. Uh, wellicht zijn er hier luisteraars die denken: Nou, leuk setje, dan ga ik ook mee. Ik moet wel zeggen, Zeewolde is hem een, is een net niet, in de zin dat het 80 kilometer fiets is in plaats van 90. Ah, ah, dicht genoeg tegen de halverwege. Daar gaan we dan. je mee pesten, denk ik. Dus wordt er een snelle. Ja. Dan heb je wel een snelle tijd. Ja, ja, wel een mooie tijd, ja. En na afloop nog even 10 kilometer bij fietsen. Hè? Oh ja, nou. kan natuurlijk wel naar huis fietsen. Ja, kan naar huis fietsen. Ja. Ja. Dat ja. staat op het schema dan. Ja, dus ja. dat wordt leuk. Uiteindelijk ga ik wel 9 juli in Klasien meedoen aan de teamcompetities. Oh ja. De teamrelay, maar dat ja. is dan weer een snelle korte. Uh, nog meer, als we toch de dates aan het doen zijn, twee leuke nieuwe dingen die we nog even moeten noemen voor dit seizoen. Mm -hmm. Allereerst uh, gaan wij rondom de Heuvelrug triathlon die is op 9 september. Er zijn nog een paar plaatsen. We hebben toevallig vorige week een nieuwe serie geopend en daarna is hij echt vol. Dus als je het leuk lijkt om een triathlon te doen waar je Jurgen en mij, en misschien ook wel Guido tegenkomt, schrijf je vooral in. 9 september zaterdag op de, uh, bij het Henschotemeer. Ja. Het prachtig zandstrand, een leuke triathlon. En in voorbereiding. Schitterende mountainbike trail eromheen. Ook nog. Dus je kan ook nog. Uh, muziek komt daar daar. Ja, ja, daar kom komt je, daar langs. Ja, daar kom je Guido zeker tegen. Ja. Um, Goeie muziek hoor ik iemand uh, roepen. Ja, er zit een hele goede geluidsmannen ook bij. Uh, die je ook misschien wel kent van de podcast. Um, ja. In voorbereiding op die Heuvelrug Triathlon gaan wij op. 22 mei, dat is een dinsdagavond, een online, ah, wat is het, een webinar, een ask, een ask Us Anything, oftewel, vraag ons alles over triathlon organiseren. Die is voor de deelnemers van de Heuvelrug Triathlon, maar die is ook voor alle luisteraars van de Slimme Presteren podcast en alle andere mensen die enthousiast zijn om uh, op dat moment uh, aan triathlon te beginnen. Dus uh, zet die vast in je agenda. Dinsdag ja. 22 mei. En mei wordt sowieso een leuke meet-up maand. Want Jurgen, wat 11 gaan 11 mei gaan we naar Doetinchem. Wat is de tijd voor dag, 11 mei? Het is een donderdagavond. Donderdagavond, ja. Om 8 uh, uur in uh, Wielercafé Parijs is nog ver. Ah, leuk. Ja. Van Gerrit. Van Gerrit Geuvers. Ja, zeker. Precies. Dus eh. Uh... Wat gaan we daar doen? Nou, we gaan in ieder geval uh, praten over duursporten, trainen, ja. voeding, noem maar op. En ja. of het uh, meer het richting slimme het slimme presteren gaat. podcast café ja. noemen we dit, hè? Ja, lekker informeel. Kopje koffie, biertje, Leuk. vragen stellen. En wij uh, vanuit onze uh, kennis en uh, ervaring uh, gaan wij uh, dat delen met ja. de mensen. Dit komt een beetje voort uit het idee van de meetups, zoals we die hadden met Wind. En dat we zeggen, dan gaan we verschillende plekken in het land doen. En uh, Gerrit Geuvens is de eerste die zei: Nou, kom ja. maar bij mij in het Wielencafé. Ja. Tof. Mocht je dit nou horen en denken. hey, zo'n slimme verseren podcastcafé, daar weet ik ook nog wel een leuke plek voor. Laat het ons weten. Hebben we dan nog andere dingen te noemen? Ik spreek nog even in mijn lijstje. Ik dacht, een loopje hier in Leersum. Ach, verrek ja. ja. Hoe kan ik die nou vergeten? Ja. We gaan ons eigen hardloopevenement ja, organiseren. Ja. ja, de Uilentorenloop. En uh, dat is al op 3 juni 2023. Wederom een zaterdagmiddag. Vanuit Leersum, daar staat de Uilentorenloop. We verzamelen bij de Binder. Mensen die aanwezig zijn geweest bij onze... Een honderdste aflevering, die uh, zullen dat nog kennen. Vanuit daar is de kleine uh, wandeling naar de start. En dan hebben we een heel mooi parcoursje gebouwd in het bos. Volledig onverhard. Rondje van 5 kilometer. En daarmee kun je dus de 5, de 10 of de 15 kilometer meedoen. En iedere parcours. keer uh, kom je weer langs die toren. Ja. Daar is muziek, daar is je leid. Uh, uh, maar het functie. lijkt nou net alsof dit gewoon een, een nieuw loopje is. Maar dat heeft gewoon nee. een hele lange historie. Heeft op, een ontzettend Gerrit. rijke historie. Op ja. zijn ja. uh, wordt dit de, de 27ste editie. Uh, met daarbij oh. aangegeven... dat de 26e editie zo'n 15 jaar geleden ja. is. Dus, ja. ja, Je hebt nog toen wel eens meegedaan, ik... toch Guido? Ja, toen zat mijn praktijk nog... om de hoek daar in ja. Amerongen. Vertel eens. Ja, samen met Aard Stichter. Aart ah, ja. Stichter Die wordt dan, uh... ambassadeur... van de Uilertorenloop... of blijft ambassadeur <laughs> van de Uilertorenloop. Waar ik dan uh, uh, tot wanhoop... keihard maar achteraan bleef rennen... maar ik kreeg hem <laughs> nooit meer te pakken. Nee. Ja, nee. De aard van die loop is, uh, mensen die eventueel die loop nog kennen, dat was echt een, een atletenloop. Hè? Dat was een uh, tien en 10,5 of een halve marathon. Ik wil ja. dit veel laagdrempeliger houden. Ook voor de mensen hier lokaal. Lekker meedoen, vijf kilometer, een leuke fun run. Iedereen mag meedoen. Hè? Dus, Iedereen mag uh, meedoen. We doen een kidsrun. Uh, beoogde starttijd is nu één uh, uur. Dus dan doen we tussen 12 en één de kids. Ja. Om één uur. Mag uh, maar rollators kan niet, denk ik, waar? Wat zei je? Rollen. Ik zeg alles mag weer doen, maar rolators wordt wel lastig daar op dat parcours. Ja, parkour. dat klopt. Want jij hebt het parcours natuurlijk al een beetje bestudeerd. Die uilentoren, moet je hmm. wel weten, die staat enigszins boven op een heuveltje. Ja. Dus. dus dat betekent <laughs> dat je in de laatste 500 600 meter even terug moet klimmen naar de finish. Of als je twee of drie rondjes gaat. Dus regelmatig even dat heuveltje en dan over een moet. roltrap ga je daar niet neerleggen. Nee, zeker niet. Leuk vrienden van de show, sowieso luisteren. Ja, wat, wat ik uh, hoop is tweeledig: dat wij met onze uh, community van de Slim Posteren Podcast. daar een fantastische dag hebben dat we samen gaan sporten. Dus ben jij iemand of ken je iemand die het leuk zou zijn? Zet hem in je agenda en volg onze e-mail, nieuwsbrief en socials zodra de inschrijving open gaat. En daarnaast dat ik hier gewoon lokaal... Eh, eh, ja. Al die dorpen hier op de Heuvelrug hebben een eigen loop. Maren heeft een loop. Uh, uh, Driebergen, Driebergen heeft een loop. Ja. Zij heeft een loop. Amerong ja. heeft een loop. Dus Leersen moet ook een loop. En we zoveel uh, mogelijk inwoners ook aan het bewegen krijgen. Van de bank af, hè? Ja, goed man. Ja, toch? Ja. Gaan we doen. Goeie tip. We hebben we het wel gehad, hè? Al het nieuws. LinkedIn-pagina volgen. Uh, Strava Club lekker lid worden. Samen wedstrijden doen. Slimmer Pazeren podcastcafé. Proefen. Guido, jij nog iets leuks? Ja, we zullen natuurlijk veel nieuwe dingetjes gaan testen. Ja, dat is ook wel eens. iets. Wat dat is jouw we willen idee doen, uit hè? jouw koker, hè? Ja, we willen eigenlijk wel een soort eigen. Uh, slimmer presteren. Uh, Do-it-yourself lab gaan maken. Wow. En wat gaat daar gebeuren? Nou ja, alle sensoren die daar op de markt zijn. en waar we mensen van gehoord hebben waarvan ze denken. Nou, dat hebben ze nog nooit behandeld. of weten ze überhaupt dat dat bestaat? Laat maar weten. Dan kunnen wij het. Uh, in ons, uh, in ons lab gaan uh, gaan uittesten in een inspanningstest en dingen die zij die worden beweerd dat dat uh, een verbetering geeft van um, uh, zuurstofopname noem het allemaal maar op dan gaan we dat uh, zelf even uit, uh, uitvinden of dat wel klopt ja, ja uitproberen juist. en uitleggen hè? dat is onze bedoeling ja. van allerlei gadgets ja, en spullen hoe en technieken het nou? ja, ja. en de zin uh, van de onzin onderscheiden denk ik vooral ja. dat ja. van de claims leuk ik uh, kreeg vanmorgen van jou nog een appje, Guido, om iets te gaan uitproberen testen. Zit dat ook in die hoek? Wat heb je me nou gestuurd? Rewire? Ja, 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 Dat is een... Um, um, nou ja, je hebt je fysieke performance en dit is je mental performance. Oh, oké. Okay. En dat is een soort... Nou ja, that, ik heb natuurlijk heel wat, wat uh, software systemen, modellen die ik gebruik. Ja. En um, dit is wel weer een nieuwe. Uh, Rewire. Heb je waarschijnlijk al gezien? Ja, ik heb me nog niet aangemeld. Maar we hebben wel een even filmpje dingen. bekeken met elkaar. Nou, oké. Okay, weet je, daar zitten wat dingetjes in die extra zijn... die ik nog ergens anders nog niet tegen was gekomen. Zoals dat je een assessment ochtends doet... en dan moet je je reactietestjes steeds doen. Ah, ja. Ah. ja. Kijk, reactietestjes... als jij op een gegeven moment eh, niet gefocust bent, moe wordt en zo... dan zie je hè, natuurlijk... als je dat twee minuten achter elkaar moet doen... en je moet steeds ergens reageren als iets in beeld komt... Ja. Dan wordt dat natuurlijk, um, nou ja, dan wordt het opgemerkt dat je gewoon een trage reactie hebt. Ja. Um, en daarbij komen nog wat andere zaken in die, uh, in die app tevoorschijn en ook nog wat uh, trainingsmodules, uh, ja. met ademhaling, met bepaalde uh, um, uh, geluiden, uh, opdrachten die je moet doen. Um, en het lijkt me op zich wel eens goed. Nou ja, weet je, dus kijk, ik wil dat gaan. Ik ben benaderd door hun. Of ik, dat, uh, of ik daar eens, uh, wat aandacht aan wilde besteden. Of, of dat wat voor mij is. En ik denk, nou, Nou, maar dacht je? Ik ben heb ik wel een proefpersoon uh, in mijn ja, stal. <laughs> ik heb wel mensen die dat, uh, die ik denk van nou weet je, ik stop dat hem in zijn zak. Ja. Proefkunde proefkonijn erbij, ja leuk. Ja, leuk. En, en verder liefde. sensoren, de uh, neers of zo, of zo die thermometer ja. uh, die je op je huid plakt. Uh, exact, en laatst had ik ook nog eentje doorgestuurd uh, de, die in uh, die lactaat uh, ja, ja. In het zweet, kan meet. meten ja. in zweet. Ja. Dat wil nog niet zeggen dat dat hetzelfde is als in bloed, nee. maar ze zijn daar al redelijk ver in, mee, uh, in, in doorontwikkeld. Oh, Oké. Okay. Dus um, daar ga ik ook een beetje achteraan. En uh, nou ja, als we die hebben, dan uh, kunnen we dat natuurlijk in een uitzending gewoon demonstreren. Hoe werkt het en werkt het überhaupt wel? Ja. Leuk. Maar Dan wil ik ook wel het proefpersoon zijn. Zeker, dat is nu ja. het idee toch? Ja, jij en ik trekken ja. ons sportkleren aan. Uh, Guido loopt daar als onze uh, grote arts en coach en dokter. In een witte jas, uh, hoop in ik. In de witte jas omheen. mee. Nee nee nee, 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 nee. <laughs> in een trainingsbroek. Oké, okay. ja. <laughs> <laughs> nou, kortom. En daar buldert hij en trappen, trappen, trappen. Ja, ja. ja. Door. Mooie plannen. Ja. Verder hebben wij ook in de afgelopen weken... weer ontzettend veel vragen van luisteraars gekregen. Nog even gauw shout-out maken naar even kijken of ze nog kan vinden. Ja. Uh, uh, Saskia Kaarscharen, uh, vriendin van de show stuurde een vraag over herstelsmeersels. Jasper verder. over hoe erg is het nou oh, als ja. je twee weken niet kan trainen? Dirk Brandwijk over uh, zijn weg naar de marathon? Remy Patihuru, en we hoorden ze naam net al, over elektrolyten. Ja. Gilles Stoop wilde meer weten over hoe je nou specifiek een lange duurloop. Ilko Simon die zei: hey, ja. heb jullie toch ooit gehoord over die spijkermat? Hoe is het daarmee afgelopen? Misschien moeten we dat maar even gelijk ontzenen. We hebben natuurlijk een seizoen lang voor ons uitgeschoven. Ik denk <laughs> eigenlijk niet dat die komt, hè? Nee. Nee, en de reden daarvoor de veel is... Veel banden. Ja, <laughs> ja veel een banden. Volgens mij zijn er drie redenen waarom we dat uiteindelijk niet gaan doen. Eén, het lukt me niet om hem te gebruiken. Toch? Dat is eigenlijk één. Gelig jij erop? Nu niet, nee. Nee, toch? Nee. Nee. Dus dat was één. En maar... twee, ik merkte... Het... Volgens mij is het niet slimmer presteren, podcast, om echt één product... Voelt niet goed, Te hè? evalueren. Ja. Nou, zeggen we net in dat lab gaan we dat wel doen, maar dat is meer uitleggen. Als we nou meer van dit soort matten zouden hebben. Ja, over en, het concept ja. van, uh, nou ja. En op anyway. drie is waarschijnlijk dat er wel heel weinig wetenschap over is. Ja, konden ja. wij niet gaan vinden. Je verbetert wel je V2 Max, hè, als je daar heel lang op ligt. Oh ja? Nou, misschien moeten we het dan <laughs> toch nog een tijdje <laughs> ja. vooruit gaan. mee in het lab, denk ja. ik. Laten we in het lab even ja, gaan op de, de ja. hey, en toch een belangrijke mail ook van Ellie van den Boogaard. Die ons erop wees van: uh, veel wetenschap gaat over mannen. Er zijn wel een aantal vrouw-specifieke aspecten. Zij uh, refereerde onder andere aan Dr. Sims, heet ze, geloof ik. Ja, je, ja. Die daar Stacey. veel over schreef. Stacy Sims. Sims. Ja. En die zei: Kunnen jullie daar niet eens wat op inzoomen? Enerzijds, wat betekent nou de cyclus voor sportprestaties? Maar ook, wat betekent de overgang voor trainen en sportprestaties? En die uitdaging uh, gaan we graag aan, Ellie. We zijn ja. wel op zoek naar een expert. Voor vrouwen. Ja, specifiek wat sporten en presteren maar bij vrouwen. Maar ik heb um, over twee, even denken, nee, dat is over een maand of zo, heb ik een wetenschappelijke avond vanuit de Vereniging van Sportgeneeskunde over gynaecologie en sport. Ja. Waar uh, met name een sportarts in opleiding en een gynaecoloog, um, die hier veel meer mee bezig zijn dan de meesten nu. Dus daar komen wel wat nieuwe uh, ontwikkelingen in. Ah, dus okay, dat kan woord. ik daarna al melden. Ja, dat kan jij melden. We hebben over, als je specifiek gynaecoloog zegt, ook Koen Deurlo, vriend van de show, die graag met ons een aflevering wil maken over sporten rondom zwangerschap. Dus dat zijn toch twee thema's uh, met betrekking tot vrouwen. Als sport. doel? Nee, niet als doel, maar over do's en <laughs> don'ts. Hij, hij, hij berichtte ons in eerste instantie, hij zei, ik krijg veel vragen bij mij in de praktijk van zwangere vrouwen of direct na de bevalling. Wat is wijsheid? Wat moet je nou vooral ah. wel doen? Wat moet je niet doen? Waarom ik hem om... En toen zei hij, hebben jullie daar al een aflevering over? En toen zei ik, nou, laten we het omdraaien. Jij bent hier de gynaecoloog. Kom ons maar <laughs> ja. vertellen wat ik wel dacht... en niet verstandig is. Dus, uh... Nee, ik dacht echt uh, even een trainingsschema om zwanger te raken. Uh, ah, yeah. ja. Nee, dat... Zo uh, so, romantisch, nou, uh, hè? <laughs> Die intervaltraining uh, staat niet op het programma. Dat is volgens mij een mooi bruggetje wat we over drie hmm. dagen gaan doen. Intervaltraining, zullen we het daar eens over gaan hebben? Leuk. Ik zeg uh, nog een paar nachtjes slapen en dan zijn we er weer iedere vrijdagochtend. Afzien. In jouw favoriete podcast spelen. De Slim Vesteren Podcast. Volgens mij hebben we er zin in, toch? Zeker weten. Tot over een paar dagen. Dat wordt afzien.